Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld en dat is ook de reden waarom ik het nu weer ga doen samen met Pascal. Hey. Ja, dat gaat helemaal goed komen, man. Gaat lekker. Dat hoop ik echt heel erg, want deze map is best lastig en dan heb ik het over de game mode Egg Wars. Heel veel succes allemaal, zeg ik even in de chat. En dan hoop ik ook dat ze mij succes terugwensen, dat zou ik wel heel erg aardig vinden. Laten wij in ieder geval meteen eventjes gaan. Oh, er komen nu al mensen naar ons toe. Oh nee, kijk. Ah, kom op. Je deed nog zo lief. Ga nou weg. Ik wens nog allemaal succes. Ik ga in ieder geval even een zwaardje maken. Even een standaard wooden sword. Dat is in ieder geval beter. Heb je ook wat iron voor mij? Want ik heb geen iron. Zeker. Als jij iron wil pakken, ik doe die andere ook aan. Ik ga ze hier tegenhouden, ja? Komt goed. Ja, ja. Oké, laten we zo snel mogelijk een beter zwaardje halen van 32 iron. Maar haal in ieder geval... Ja? Gezondheid. Haal in ieder geval armor, want dat is echt het goedkoopste wat er is. Maar het is wel heel chill om te hebben. Oké, ik kan nu een beter zwaardje halen. Hoppakee, een iron sword. Wat ga ik ook even halen? Ik ga ook even eten halen. Het is echt chill dat we twee van die iron dingen hebben. Oh. Iron, meer iron. Oké, nice. Ik heb nu ook eten. Oh, hij is heel dichtbij, die man. Ja, hij is heel dichtbij. Ik zie het. Maar ik ga hem pakken, hoor. Dat komt goed. Oké. Oh. Kijk, misschien pakken we hun wel gewoon, hè? Kijk, hij rent nu weg, omdat ik hier boven hem bouw. Zie je dat? Pussy. Hij is er vanaf. Hij is er vanaf. Lekker! Oh, we hebben hier ook gold, joh, gekkie. Ja, dat klopt. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, die was ik net lekker aan het pakken. Oh, maar hun worden aangevallen van de andere kant. Hoe chill is dat? Chill. Yep, ze worden aangevallen van de andere kant. Dus als het goed is, hoeven we ons daar nu even geen zorgen meer over te maken. Kijk, ze worden echt goed aangepakt. Als wij dan ondertussen hier het gold een beetje upgraden. En dan gewoon wat obsidian om ons ei doen. Dan kunnen we straks wel het, niet het midden, maar de zijkant hier, zo'n tussenstukje veroveren. Wat is dat eigenlijk? Is het een tomaat of een aardbei? Tomaat, denk ik. Ja, het is een... Oh, er komt ook iemand naar ons toe trouwens. Ja, via die kant, ik zie Oranje. Het. Oké, kan die springen al? Dit is ons ei hier, hè? Nog niet. Oké, ik ga hier omhoog. Hij heeft ook een pickaxe, ja, die man. Ja, ze hebben allebei een pickaxe. Ik bouw het ei nog even verder in, hoor. Dit is gevaarlijk. Oké, let jij op die man. Er is ook iemand aan de andere kant. Pas op, er is ook iemand aan de andere kant. Oh man, dit is zoveel stress en druk. Heb je golden apples? Ja, ik heb er twee. Oké, ik ook. Oh, hij is hier, de man is hier. Die andere man die komt nu naar ons toe. Oké, ik heb er eentje gepakt. Die andere man komt er nu heen. Ja, deze wil gaan bouwen hier zo. Ik heb geen blok. Oh man. Ik heb ook geen blokjes meer. Oké, we moeten golden apples innemen. Want ze gaan eerst... Ik tik hem. Oh, hij is maar eens eentje. Wegslaan die handel. Ja, ik tik hem weg. Ja, lekker. Hij is eraf. Hoppakee. Oké, mooi zo. Zoals jullie zien, dames en heren. Het is meteen dikke focus hier zo. Alleen, we gaan het redden. Er komt iemand rushen naar ons toe. Ik pak heel even snel een pickaxe. En ik heb blokjes nodig. Hopsakee, nu heb ik genoeg blokken. Oh, hier is iemand met een zwaard. Oh, ik zie hem. Ja, het is gewoon een naakte man. Ja, een naakte man. Oké, er is hier iemand. Kijk, hoppakee, die is eraf. Oké, die andere is ook dood. Ik denk dat ik tegen deze ga vechten. Ja, ik bescherm het ei. Oh, hij heeft een appel ingenomen. Ik wil hem eraf slaan. Ik weet niet of het gaat lukken. Hij heeft later zijn appel ingenomen dan ik. Dus op zich heeft hij een voorsprong wat dat betreft. Maar ik geef niet zomaar op natuurlijk. Ik heb gewonnen. Ik heb gewoon gewonnen. Lekker en zo. Kijk, zo zien we dat. Ga ik nu naar hun toe? Dat is de vraag. Hun hebben een ei ingebouwd. En ik heb een pickaxe. Oh man, er zit hier nog iemand anders. Ja, ik heb een ei. Lekker. Hoppakee, en ik ben weg. Oeh. Oh nee, er zit hier iemand bij ons Enzo. Ja, ik kom eraan. Er komt namelijk nog iemand. Ik heb je hulp nodig. Jij moet weg. Heb je hem? Heb je hem te pakken? Nee, waar is die andere heen? Ik ben hem kwijt. Oh, is hij aan het minen hierin? Ik denk dat hij eraf is gevallen. Ja, volgens mij is hij dood. Okay. Oh, er zit hier weer iemand. Oh ja, ik zie het. Oh my god, het is die man. Hij heeft alleen een axe. Ja, hij wil voor het ei gaan.
Oh, wat een drukte, zoals jullie zien. Nou, hij gaat niet voor het ei, want hij sloeg tegen ons aan. Wat een chaos is dit, Enzo. Oké, ik heb 5 diamond. Daarvan maak ik even snel een chestplate. Kijk eens aan. Oh, oranje komt er weer aan, oranje komt er weer aan. Ja, maar blijf die golden apples maken. Ja. Want dat is belangrijk. Want daarmee kan je het verschil maken. Oké, ik denk dat ik naar het midden toe ga. Want ik wil 12 diamonds hebben. Oké. Ik probeer het ei te beschermen, ik doe mijn best. Kijk dan, hoppakee. Wegwees jij. Die man gaat hakken, maar ik tik hem weg. Ja, ik heb hem. Oh, hij was net niet bij het ei, net niet. We hebben echt van de andere kant, obsidian nodig. Van de andere kant komen weer 2 mensen. Oh, nee. Kst. Okay, ze durven niet naar beneden te springen. Ik kom weer terug. Ik ben eentje kwijt. Oh, daar is die. Oh, maar hun doen niks. Nee, ze doen niks. Ze staan gewoon. Ze doen helemaal niks. Het is zo vreemd. Wat moeten we hier nou mee? Ja, wat moeten we hier nou mee? Ik weet het ook niet. En ze blijven maar nee schudden. Ik weet ook niet wat we daarmee moeten doen. Gewoon afmaken, denk ik maar. Ja, denk het. Oké, ik ga maar naar het midden toe, want ik wil die diamonds hebben. Kom maar hoor. Ik wil wel vechten. Oké, ik heb 5 diamonds, maar ik ga voor die 12. Ik heb allebei de diamond generators, die staan nu aan. Lekker. Dus dat is dubbel zo hard farmen. I like this. Oké, er komt eentje weer van jouw kant daar zo. Oké, ik ben intussen ook obsidian aan het maken voor ons ei. Oh ja, tuurlijk. Die oranje heeft geen ei meer. Dus die is in zijn... Zijn van ze af? Dus die is in zijn eentje hier zo. Kijk, ik ga nu met hem vechten. Als ik hem nu doodsla... En dat gaat hopelijk goed komen, want ik sta wel voor aan hits volgens mij. Heb ik het idee. Kijk. Lekker. Als het goed is gaat hij nu appel eten, want dat moet hij. Kijk. Zie, oh, ik heb hem. Ja hoor, oranje is weg. Nice. Zie dat, hij is helemaal weggevaagd. En dan nu even die diamonds farmen. Oh, die mensen hebben het opgegeven en gaan naar het midden volgens mij. Of heb jij ze gekild? Nee, ik heb helemaal niks gedaan. Ik weet niet wat ze doen. Oké, laten we proberen om dit potje te winnen. We gaan echt de goede kant op, man. Ik ben hier gewoon die diamond generator aan het upgraden. Nice. Ik pak even het gold hier. Oh, Black's eye is kapot gegaan, zoals je ziet in de chat. En zoals je hoorde aan de donderslag. En regen en dondert en... Ik weet verder van... Ja, dat is zo'n liedje van, hè? Ja, het dondert en het bliksem en het regent liet de spier. Voor mij was het zo. Ik weet niet meer. Ja, ik weet het ook niet meer precies. Maar er was een liedje van. Dat is het belangrijkste. Ja, klopt. Dat was een grappig liedje. Er valt iemand naar beneden daar. Ik maak hier de brug een beetje groter. Zodat ik er niet zo makkelijk van af kan vallen. Oké, eigenlijk moeten we even allemaal gold hebben. Oh, er is hier iemand. Oh. Zie je dat? Tik hem eraf. Ja, ik ben in de tussentijd bezig met meuk. Oké, als jij het hier heel even kan houden, ga ik weer naar het midden. Als het goed is... Oh, er is daar iemand aan de andere kant ook. Oh. Die groene die wil ons pakken en zo. Hij schudt weer nee, maar ik pak jou gewoon. En zo, die groene komt eraan. Hij heeft een diamond ding. En wat voor diamond ding? Oh, ik word eraf getikt. Ik ben dood. En zo. Hij deed heel veel damage op me. Snel. Ja, ik zie het. Hij heeft een diamond sword. Misschien kan je hem eraf tikken. Ik probeer hem eraf te tikken. Oh mijn god, hij doet zoveel damage. Hij tikt het zwaar. Ah, hij gaat hakken. Oh, ze zijn allebei... Oh shit. Oh nee. Ik ben neer. Oh, nee. Oh, hij heeft een diamond zwaard. Ik ga dit nooit overleven natuurlijk. Oh, ons ei is ook kapot. Oh, dit is zuur. Hij had een diamond sword, een iron chestplate en iron leggings. Dames en heren, we zijn derde geworden. Helaas. We hebben een tweede kans gekregen. Zoals jullie zien, precies dezelfde game mode. Air Wars dus. En gewoon precies dezelfde map. En de map heet Pizza. En deze keer weet ik wel gewoon vanaf het begin dat we dus deze golden blok aan hebben staan. De generator. Waardoor we misschien het ei wat beter kunnen inbouwen. Zodat we dat een beetje met rust kunnen laten gaan. Als jij zo snel mogelijk weer met 10 eieren in deze aan wil zetten. Ja. Dan hebben we 2 iron generators. En dan gaan we even laten zien dat wij dit prima kunnen in deze map, Pascal, aan de kijkertjes. Ja, dat gaat echt goed komen hoor. Ik heb er echt vertrouwen in deze keer. Woe! Ja, ik ook wel. Hoppakee. De gold generator is ook meteen geüpgrade. Hoppakee. En ik ga deze ook wel even upgraden. Oh, dat heb jij al gedaan. Wat een baas. Ik ben je voor. Thanks. Hoppa, meteen even wat armor. Oh, wij zijn grijs blijkbaar. Nice, mooi pakkie.
Kijk, deze moet nu met diamond, hè? Ja, met 10 diamond. Oké, dan laten we hem gewoon verder zo. Hoppakee. Okay, nou, beginnen is het altijd gewoon zoveel mogelijk verzamelen, zo snel mogelijk. Ja, dat is gewoon even farmen. Hopen dat niemand nu naar ons toe komt, want dat zal echt heel naar zijn. Ja, dat zal wel een beetje zuur zijn. Ik zal in eerste instantie wel even een paar standaard blokjes gewoon om het ei heen zetten. En een pickaxe is ook niet verkeerd om te halen. Kijk eens even. We zijn grijs, maar we hebben bruine blokjes. Ja, dat is een beetje vaag, hè? Wat? Dat snap ik niet. Ja, ik weet het. Dat had ik laatst ook al een keertje gezien. Dacht ik, hé, hey, wat? Hoe ken je het nou? Ik heb mijn eten is al wel op. 17 gold heb ik al. Oh, paars is hier zo en die probeert denk ik naar ons toe te komen. Oh, waag het niet, jongen. Ik map je eraf. Oké, ik heb gewoon meteen een goede... Oh ja, hij wil naar ons toe komen. Oké, ik heb geen golden apples. Ja, wat ga je nu doen, hè? Blijf jij daar een beetje bij het ei? Want als hij nu naar beneden springt... Hoppakee. Lekker tikken, man, zo. Hij rent weg. Pussy. Ja, ik heb hem eraf geslagen. Lekker. Hoppakee. Mooie dingen. Hier, jouw brug. Jouw brug gaat er gewoon aan. Mwahaha. Ja, nu red je het niet meer, hè? Nee, nu red je het niet meer. Oh, hij is in zijn eentje trouwens. Dus ik heb ook geen idee wat hij van plan was. Maar hij is gewoon helemaal in zijn eentje. Oh, kijk, hij staat er echt zo heel zielig van. Oh, nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Zie je? Nu heeft hij gewoon zelfmoord gepleegd. Wat is dat nou weer? Oh. Nou, dan ga ik er wel even heen en dan leid ik hem uit zijn verlossen. Ja, maak zijn eieren maar kapot en zo. Wil jij ook af en toe het gold pakken? Ja, daar ben ik mee bezig. Oh, sorry. Het is heel sneu dit. Ja, maar, oh, hij is... Oké, ik heb hem geen eens kunnen killen, want hij is al... hij is gewoon uit de game gegaan. Hij dacht, ja, later. Hij was er gewoon meteen klaar mee, ja. Ja, nope. Nope. Wow, wie zag ik daar vechten? Oeh. Oh, oh! Dames en heren, dat was gewoon een spleef-actie. Die blokjes werden gewoon onder zijn poepert weggeveegd. Oi, oi, oi. Lekker. Ja, zeker lekker. Oké, hoeveel gold heb je al? Want dan kunnen we straks obsidian blocks maken. 15. Oh, ja. Ik heb ook 15. Oké, dan hebben we nog een klein beetje nodig. En ik denk dat ik deze diamond generators allebei gewoon vol openzet. Zo, dat is 1. Oké, ik zal even een simpel bruggetje naar jou toe maken. Oké. Kan ik gewoon snel heen en weer lopen. Kijk eens even. Hoppakee, ik vind het wel een mooie kleurblok hoor, die we hebben. Ja, het lijkt een beetje poep. Poep is wel een lekkere kleur. Ja, dat vind je fijn, hè? Ja, weet je, maar poep is soms best wel fijn hoor. Heb je niet dat je soms op de wc gaat zitten en dan gewoon... Dan kan je gewoon een uur zitten als je wil, weet je wel? Gewoon... Ja! Ja, want dan zit ik meestal gewoon op mijn telefoon een spelletje te spelen of iets. Ja, en dan ben je gewoon lekker aan het relaxen, lekker niks om je heen. Behalve die stankgeur, maar dat is het enige. Ja, een stank van jezelf op een of andere manier is niet zo erg. Maar dat van iemand anders, dat is dan in één keer zo ranzig. Klopt. Stel, je zit in een auto en je laat zelf een scheet. Dan zit je zelf van... Ah, nou, kan nog wel. Maar stel, iemand anders zit ernaast en hij laat een scheet. Dus, ah, doe even een raam open, godverdamme. Ja, klopt. Dat wordt dan in één keer gewoon 10 keer ranziger, hè? Ja. Ja, klopt helemaal. Waar. Best wel vreemd, ja. En mooi, ja, meisjes poepen niet, hè? Ja, klopt. Nee, mooie meisjes poepen niet, dat zeggen ze altijd. Ja, het zal raar zijn als je een mooie meisje hebt en dan in één keer gaat ze poepen. Zo. Ja, dat zal wel heel raar zijn. Ga je even raar te kijken, hoor. Ja, echt wel. Gebeurt gewoon niet. Nee, dat kan niet, hoor. Oké, hoeveel? Oeh, 25 diamonds. En dan heb ik al eentje level 3. Ik denk dat we echt lekker gaan, hoor. Ik zie mensen allemaal naar het midden gaan. Maar volgens mij, in deze map, is het midden helemaal niet zo bijzonder. Nee? Nee, volgens mij niet. Want hiernaast hebben we gewoon diamonds, toch? Ja, er staan hier twee diamonds. Twee giant diamonds generators naast elkaar. Dus ik bedoel, hoe chill wil je het hebben, toch? Ja, gewoon. Kan niet. Ja, wat kan er dan nog beter zijn? Ik heb geen idee. Nou, de drol die ik aan het maken ben op ons eiland. Ja? Een drol is aan het maken. Hoeveel gold heb je? Want ik heb hier al genoeg... Ik heb er 26. Oh, oké. Als we dat bij elkaar doen, dan kunnen we... Oké, we moeten dat ook gaan doen. Er komt iemand naar ons toe. Via het midden. Oké, hij is gesprongen. Waarheen? Oh, hij heeft... Oh, shit. Ik kom snel naar jou toe.
Oké, ik kom naar jou toe hier zo. Hallo. Ik ga snel een zwaard maken. Oké, ik heb een diamond zwaard. En ik heb een iron chestplate. Oké, lekker. Oké, en ik maak heel even golden apples. 1, 2, 3, 4. En voor de rest maak ik obsidian. Oké, die golden apples moet ik even hier zo hebben. Zo. Oké, hij is volgens mij mijn diamond aan het jatten. Waar is die gozer? Ja, hij zit voor mij bij die diamond generator hoor. Nee, hij zit hier niet. Waar is hij gebleven? Niet? Dan is hij misschien de andere kant op gegaan ofzo? Huh, het was net iemand van blauw, meende ik. Ja, klopt. Zag ik ook, ja. Huh, waar is hij heen gegaan? Misschien... Hij is in ieder geval niet op mijn drol. Is hij gevallen? Nee, volgens mij niet. Hé, dit is zo vreemd. Oh, hij zit hierboven. Dat dacht ik dus niet. Haha! Wow, lekker! Lekker hoor! Dat dacht ik even niet, Ruben. Hoppakee, gewoon gepakt hoor. Oh, een boef. Zo, hier, jou ook. Wegwezen hoor. Ik heb een diamond sword, je hebt geen armor, hoe ga je niet dood? Zo, die Ruben dacht even sneaky te zijn, maar nee hoor. Dat gaat niet gebeuren niet. Twee level 3 generators. Je dacht het even niet, Ruben. Oh, dit gaat echt lekker. Ja, Dark Blue is wel goed bezig. En Cyan ook wel, volgens mij. Oh, ik ben nu echt diamonds aan het farmen hier zo. Niet te geloven. Ja, kom maar naar beneden hoor. Blijf daar maar staan, dan tikt Ruben je wel eraf. Let maar op. 1, 2. Hopsakee. Huh? Hoe kan die nou niet diegene eraf slaan als Ruben nu doodgaat, hè? Terwijl Ruben het voordeel had dat hij hem in de rug ging pakken. Oh my god, Ruben, dat kan echt niet. Hoe kan je nou doodgaan daar? Arme Ruben. Oké, ik heb gewoon bijna 50... Ik heb gewoon 50 diamonds. Ik kom terug. Lekker. Als je wat tofs voor mij hebt, laat me weten. Ik ben hier gewoon bezig met de drol. Ja, ik zie het, ja. Kijk, ze hebben nou geen idee waar ons ei is. We moeten de hele drol gaan afbouwen. Oh, er komt één. Ja, ik zie het. Ik ga even full diamond maken. Ik heb dit nodig, dit en dit. Oh, hij tikt me. Enzo, help! Ja, ik kom je helpen. Ik word in elkaar gemaaid door een... Hij heeft geen eens armor, man. Wat zit je te stressen? Ja, je weet maar nooit, hè, met die mensen. Ze kunnen zo in één keer een mes in je rug steken en dan ben je in één keer dood. Wat is deze aan het doen? Let nou op in je rug. Let nou op in je rug. Ja, die Ruben die pak je, hoor. Die Ruben is gevaarlijk. Zo, nou, dat ging lekker. Allebei dood. Oké, ik ben weer die diamonds aan het farmen hier. Zo, ik heb full iron en een diamond zwaard. Ik weet niet, maar het gaat echt goed. Ja, ik hou hier wel van hoor. Ik heb ook 2 obsidian blokken. Hoeveel heb jij er nu? Ik heb 0. Je hebt er 0. Nog 0. Wacht. Hier komt hij, hè. Bam! Ik heb er 5. Oh, nice. Dan maak ik er nu nog even 2. Dus als jij hier... Ik geef deze ook aan jou. Alsjeblieft. En als jij nu naar beneden gaat graven... Naar waar het ei zit, dan laat je gewoon alles eromheen wat je hebt. Maar dan doe je gewoon op het begin doe je obsidian, weet je wel? Ja, I got this. Ruben, wat ben je nou aan het doen? Oké, ik denk dat ik straks even een beetje op avontuur ga. Want die mensen hebben nu nog niet zo'n hele goede armor. En ik ga echt al heel erg lekker. Ik kan zelfs een gold apple maken als ik wil. Oké, hier zie ik weer iemand. Oké, ik ga even een gold apple maken. En ik wil even weer wat gold hebben. Want dat gold is het allerhoogste level, hè, wat we hebben. Dat is gewoon level 4. Echt? Oh, dit is iemand aan het hakken en aan het bouwen. Wat? Waar? Hier zo. Ja, ik kan niet... Zit hier, die man. Ja, ik kan niet... Oh, shit. Ja, maar ik kan niks, want ik heb er al overal obsidian geplaatst. Oh, je had al obsidian eromheen. Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, zie je goed? Hij zat compleet verkeerd. Hij had geen idee waar hij was. Oh, hier is Ruben. Is Ruben weg? Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen, man? Ga eens weg hier zo, joh. Ga eens weg hier. Later. Oké. Ik ga straks actie ondernemen. Wow, hij heeft ziek veel gold gedropt hier zo. Ook gewoon allemaal diamonds. Wat de heck gebeurt hier, man? Doobie. Echt heel vaag. Trut. Zo, dat gold, joh, wat daar elke keer ligt. Dat is niet normaal. Oké, ik ga even hier. Punch 1 boog. Ik zou ook een punch 1 boog geven. Oh, ik ben even naar het midden toe. Zo. En ik maak dan ook nog heel even wat extra golden apples.
Want dan ga ik gewoon iedereen nu af en ga ik ze gewoon afmaken. Ik eet gewoon golden apples omdat ik trek heb gewoon. Geneens meer alleen tijdens een gevecht. Hoppakee, 13 golden apples. Wat blokken. En daarnaast ook nog een gold apple. Oh, hoe heet dat nu? Een powerful golden apple. Het heet geen gold apple meer, maar een powerful golden apple. Oké. Okay. Oh, hier hebben we Ruben weer. Later. Oké, Ruben is weg. Je had het ook geen eens door. Jij staat daar, Ruben stond gewoon naast mij te twerken. Oh, echt? Hier zo. ik was beter met mijn armor. Hey, ik heb hier een boog en 2 stacks pijlen. Oh, lekker. Ja, en ik heb alleen nog een diamond zwaardje hoor. Ik heb daar nog... Wat doe je hier? Ga eens weg. Zo, ik ga nu naar ze toe, ja? Ja, succes. Oké, daar ga ik later. Ga ik hier omhoog. Hoppa. Gaat de goede kant op. Oh, hier komen ze allemaal aan. Aan al die spulletjes. Oké, Ruben is er weer vanaf. Oh, hier is iemand die heel goed is. Als ik hem er vanaf krijg, hè? Ja hoor. Tik hem. Oh, ik schiet hem verdomme op dat andere plateau hier zo. Oh, hij is er wel vanaf. Ja, jij, oh, ook bijna vanaf. Oké, blauw is er vanaf. En eentje van die blauwe was echt heel goed. Die had echt allemaal zieke armor en zo. Dus ik denk dat ik daar nu ook meteen naartoe ga. Want die gaat het nooit overleven natuurlijk. Oké, ik blijf het ei wel beschermen. Oké, daar ga ik. Oh, hij is ook meteen gewoon geliefd, zie ik. Oké, ik ga het niet meer zitten. Ik ga het ei pakken. Oh, er zit obsidian heen. Oh, ik ben ook geen eens achteraan mij aan het kijken. Ik heb ook nog geen eens het beste... Waar is die van Blue heen gegaan? What? Hij was er net hier in het midden. Waar is hij nu heen? Is hij weer daar bovenop of zo? Hmm. What? Dit is zo raar. En helemaal in de war. Oké, nou, die van Dark Blue leeft nog, maar zijn ei is kapot. Dus die gaat vanzelf dood. En dan nu nog even kijken. Oh, daar zie ik iemand. Oh, dat is Sian. Als ik hem heel even zijn gang laat gaan. Oh, die kan ik nu ervan afschieten. Oh, net te laat. Oké. Oeh, ik heb een god apple. Zeg maar die hele goeie. Oh, nice. Ja, een powerful golden apple. Ja. Oké, ik ga heel even kijken. Ik heb zoveel gold. Oké, hun gaan wel lekker, die van Sian. Ik ga hem ervan afschieten. Als hij gaat lopen, dan ga ik schieten. Dat moet zuur zijn. Dat moet heel zuur zijn. Sorry, jonge dame, maar dat gaan we even niet doen. Dat gaan we even niet doen. Dat dacht ik even niet. Zo, jij bent echt ver weg? Ja, ik ben heel ver weg. Kijk, ik ga nu mezelf inbouwen. Later. Zo, ik ben weg. Oh, even iets breder maken hier zo. Hey, hallo, gezellig. Hallo. Hallo daar. Oké, ik bouw mezelf even dicht. Oh, er komt een roze naar ons toe. Au. Kap is, ga eens weg hier zo. Oh, dan komt die er nu weer bij. Ja, het zit dicht. Oh my god, ik heb ook een kill. Oké, ik ben aan het hakken. Maar ik denk niet dat ik snel genoeg ben. Kom op. Kom op. Yay. Hey, wat een goede timing dat je erbij komt. Oeh, we moeten alleen nog pinken eieren weghalen. Oh, sorry dat ik het doorheen schreeuw, maar wat heerlijk. Ik heb ze allebei gekild. Heerlijk hoor. Oh, die was nice. Wat wil je zeggen? Alleen pink moeten we nog neerhalen. Nee, Robin Hood. Oké, alleen pink. Nou, dan gaan we dat even doen. Ik ga erheen. Ik ben onderweg. Oh, pink komt ook onze kant op. Eentje heeft full iron. Oh, ik was net te laat. Ik was net te laat met schieten. Oké, die andere hier zo, die is niet zo lekker bezig met zijn spulletjes. Hoppa, niks in de hand. Zo. Oh ja, eentje zie ik daar met iron stuff. Ja. Ik ben op hem aan het schieten. Ja, die kan ik wel aan hoor. Oh my god. Lol. Oh, ik had
hem raak! Lol, ik heb hem vanaf, ik heb hem vanaf. Lekker, maak het ei kapot. En waar is Ros? Oh, hier is Ros? Of is hier Ros niet? Nee, dat is Ros niet volgens mij. Oh, Hula shit. Oh, dat is de andere kant. Oh, ja. Op, oh, 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 wat gebeurt hier? Zal ik je helpen en zo? Ah, hij gaat goed komen. Hoppakee. Daar ga ik. Ik ga voor Ros. Lekker. Of is hier Ros ook niet? Jawel, daar is het Ros eiland. In ieder geval, ik zag eronder zag ik roze blokjes. Ja, is hier Ros? Oh ja, dit is Ros. Even kijken of ik ben in het midden, dus er is niemand bij ons ei nou. Oké, ja, nu weet ik zeker dat dit Ros is. Ik ga blauw proberen te pakken en zo. Oké, is helemaal goed. Dan ga ik hier, ik heb mezelf ingebouwd en ik ben hier. Dit krijgt hij nooit kapot. Hoppakee. Au, au, ik werd geslagen. Ah, vanaf hier. Oh, wat een kerel. Hij sloeg me gewoon vanaf de onderkant. Wel super slim, want daardoor kon ik niet goed hakken. Maar als het goed is, ga ik het nu redden. Ja, hoppakee. Ik ben blauw aan het tikken en zo. Hé, hey, later. Oké, ik heb roze. Ah, hij heeft een boog. Wat een sneaky gast. Hij heeft gewoon een boog. Ja, dat ga je natuurlijk niet redden, hè. Dat ga je natuurlijk nooit redden, dit. Kom maar nog even helpen met de laatste, hoor. Ja. Oh, ik had hem bijna te pakken. Ik neem een powerful golden apple. Ja, hij heeft een pijl en boog. Echt geniaal. Hij heeft niks behalve een pijl en boog. Deze man. Te laat. Oh. Ja, ik heb hem! Hey, hey, lekker! Ik heb gewonnen, Pascal! Nice! Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie gewoon bij een gloednieuwe kerstverse video. Bedankt voor het kijken en peace!